soms kom ik thuis en dan knip ik bijvoorbeeld het licht aan en dan ligt hij maar ergens te slapen. En dan kijkt hij me echt aan met zo'n gezicht van, hallo mens, wat doe je nou? Ik lig hier net lekker te tukken. En dat vind ik wel, hij heeft gewoon een chille attitude. Zo van, I'm minding my own business, you're doing your own business. En soms heb ik even aandacht nodig en je moet me elke dag eten geven. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon lekker zichzelf. Soms wil ik gewoon dat ik thuis kom en dat hij gezellig doet. Dat hij dan even bij me komt liggen, want dan denk ik, oh, daar heb ik er zin in. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En meestal als wij met hem willen spelen, heeft hij er geen zin in. We hebben dus dit stokje met dat balletje eraan. En als wij denken, oh, gaan we even leuk spelen met Simba, dan is het zo van, not interested. Als je haar roept, dan komt ze meestal. Ja, wat dat betreft is ze ook geen typische kat. Maar niet zoals een hond of zo, maar gewoon op haar gemak. En dan laat ze zichzelf wel zien, maar daarna gaat ze haar eigen gang. Als ze doorheeft dat je haar naar binnen wil doen, dan gaat ze naar buiten. En dan zorgt ze dat ze niet te grijpen is. En dan moet je haar echt lokken met eten of met zo'n hengel inderdaad. Dat ze vergeet dat ze naar binnen gehaald wordt of zo. Ik denk dat het leukste is als ze haar eigen gang gaat en dan op den duur jou weer opzoekt of zo. Ik weet niet, dat is gewoon een soort van bevestiging van dat ze je waardeert en elke keer weer terugkomt. Als ik hem zie, wil ik hem gewoon vastpakken en zo met hem kroelen, omdat hij zo schattig en fluffy is, zeg maar. Maar hij werkt me soms ook wel een beetje op de zenuwen. Ja. Hij wil altijd dat dingen nu gebeuren of hij luistert niet en dat vind ik dan moeilijk. Terwijl ik wil dat hij nu stil gaat liggen, omdat ik iets wil kijken of ergens mee bezig ben. Dus dan word ik er soms wel geïrriteerd van. Dus ik weet niet of hij altijd het beste in me naar boven haalt of zo. Ik vind het ook wel weer leuk dat ze niet luisteren. Waar wij zijn, daar is Olly ook. Eigenlijk volgt hij ons overal en wil hij niet op schoot. Maar hij wil wel heel graag geaaid worden en kopjes geven en zo. Maar ik ben niet zo'n gek kattenvrouwtje of zo. Dat probeer ik niet te zijn. Ook alhoewel Olly wel zijn eigen Instagram-pagina heeft.